Sinds vandaag, jongens, hebben we een nieuw YouTube-kanaal wat jullie kunnen volgen, namelijk de Bellinga's Shorts. Dat betekent dat we op dit YouTube-kanaal allemaal korte video's van ongeveer 30 seconden gaan uploaden. Dus vind je het leuk om de Bellinga's Shorts te volgen? Abonneer dan zeker even ook op dit YouTube-kanaal. Nou, Luxie. En we hebben daar Blenduk op. Oh, echt? Dansen. Hele goeie. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag donderdagochtend. 22 december. Heel goed. 2021. Voor ons is het nog geen kerst, voor jullie is het al kerst geweest, maar wij zitten wel in de kerststemming. Want we zijn lekkere croissantjes aan het maken. Ja, we hebben niet echt iets met kerst te maken, maar wel gewoon met vakantie. We maken lekkere croissantjes, dus we kunnen zo meteen lekker ontbijten. Ja, je moet een beetje goed rollen, heb je warme handen denk ik. Dan blijft het een beetje... Ik heb koude handen. Nou, Luan die helpt wel even mee. Nou, Lucie zit er ook gezellig bij. Nou, we maken lekkere croissantjes en dan kunnen we zo meteen lekker ontbijten. Zo, nou, het begint al behoorlijk goed eruit te zien. Hier in de bakkerij. Zo, Luxie. Luan gaat alvast even de tafel dekken. En goedemorgen, wie komt daar binnen? Waar kom jij vandaan? Papa heeft lekker baantjes gesponnen. Nou, zijn we samen en door het ijs gaan slopen. Het is heel apart. Het regent ijsdruppels. Oh, en de croissantjes zijn daar aan tafel. Oké, heel dikke. Oeh, welke kies jij? Die? Ja, ze zijn nog wel warm, hè? Okay. Welke kies jij? Welke wil jij? Die? Die. Deze? Oh, die is voor papa. Die heeft kaas. Zullen we deze doen? Kijk eens. Nee. Niet? Oh. Deze. Die? Oké. Ik kan ook zout bakken. Ja, heel goed, schatje. Kan je zelf. Dit is mijn lievelings eten. Ik kan ook. Ja. Hij zit er. Luus die denkt van, en ik dan? Mag ik er ook eentje? Ik vind het ook lekker. Dan niet. Binnenkort, jongen. Ja, er zit een echt kaarsje in. Kijk, Luan heeft hier een heel echt kaarsje in gezet. Gezellig. Nou, even wachten op papa. En dan kunnen we eten. Oh, ik wil zo eten. En gisteren ben ik nog eventjes op zoek gegaan naar kerstkaartjes, maar alle winkels waren natuurlijk gesloten. Dus zeiden ze, je moet nog even kijken bij de supermarkten. Maar ik was bij twee supermarkten geweest, hadden niks meer. En gelukkig bij de Albert Heijn kon ik nog de laatste kerstkaart bemachtigen. Ik vind het altijd heel erg leuk om toch een handgeschreven kaartje te schrijven naar de mensen die het dichtst bij mij in het leven staan. Het liefste zouden we jullie allemaal ook natuurlijk een handgeschreven kaart sturen, maar dat lukt niet. Dus we hopen dat ons kerstliedje een mooie online video kerstkaart cadeau voor jullie is. Aangezien het een lekker, miezer, regenachtig weertje is vandaag en niet echt lekker is om buiten te spelen, hadden we een heel ander leuk idee. Want wat vragen de kinderen eigenlijk de hele vakantie al zo'n beetje? Of ze bij elkaar mogen logeren. Of ze bij elkaar mogen logeren. En in de vakantie is natuurlijk een uitgelezen kans om lekker een slaapfeestje te houden. Dan... Dus ze hebben uitgekozen dat ze bij Lucilla op de kamer willen slapen. En Luxie is alvast even aan het laten zien waar Luan moet slapen. Luxie, waar ga jij slapen? Maar ja, dat zullen jullie misschien wel denken. Er is helemaal geen bed. Maar hoe gaan we dat doen? Dan moeten we het nachtkastje even plaatsen. Oké, laat maar zien. En hier kan je een bed uitschrijven. Uitschrijven. Zoals voor Luan. We doen dat met het nachtkastje. Daar verplaatsen, naast dat kastje. Ja, probeer maar wat te doen. Want we hebben inderdaad daaronder een bed liggen. Maar die moet je uitschuiven. Maar er staat natuurlijk nou een nachtkastje naast. Oh, nee.
Misschien moet je dit even afhalen. Misschien kan je dit ook een keertje opruimen. Ja, ik heb veel. Verzameling. Ja? Dat is mijn dagboek. Je dagboek? Oeh, dat mag niemand zien. Een strikje omheen, zodat we geen last hebben van het gordijn. En dan nu gaan we eens even kijken of we dit bed kunnen uitschuiven. Ik heb er nog één. Oh, kom maar, die hoeft niet. Geef die maar aan mama. Alleen nu hebben we een kleed. Nee, want je het kleed heeft. Aan die kant? Nee. Dan moet je hem even optillen. Optillen op het kleed. Zo, aan de zijkant. Gaat het? Aan de zijkant. Ja, dan gaat het. Kijk, teamwork. Oh, ja, laat maar los. Oh, dan kun je nu gewoon. Daar komt een heel lekker matras tevoorschijn. Oh, daar slapen. Dan kun jij daar slapen. Hier. En nu zie ik mijn bed op. Ja, leuk hè? Hey, maar ik heb nog een beter idee. Weet je waar we ook nog een matras hebben liggen? Ja. Op het bovenste dingetje van het bed van Luxie. Luxie heeft naar het bed van Luxie. Luxie heeft zijn huisbedje, zoals jullie weten. Waar ze overigens nog niet zo heel veel in slaapt. Dus we hopen jongens dat dit logeerpartijtje een beetje haar losweekt van papa en mama. Maar goed, dat laten we even terzijde. Mondje op slot. Maar goed, kijk, we zijn nu op de kamer van Lucilla. Luxie. Voor Luxie. Ja, die gaan we ook erbij doen. Kijk, want we hebben, dit is het bed van Luxie. En deze kunnen we in principe meenemen voor Luxie. Kijk eens, want die is helemaal schoon. Ja. Kijk eens, Liefie. Kan jij slapen? Ik kan nu, ja. Ja, daar kan jij slapen. En we hebben nog een matras voor Luan. Kijk, het is wel een roze Lu. Het is wel een roze matras. Ik weet niet of die zwaar. Ja, het is wel zwaar. Moet mama even doen. Ga ik gewoon het matras daar neerleggen. Dan heb je ook een lekker matras. Ja, gaan jullie maar vast dat naar de slaapkamer doen? Ja, een beetje optillen hè jongens. Het is schoon bij de goed. Ja, Luan die helpt even mee. Dan ga ik eens even kijken of ik dit grote matrasje afkrijg. Oh, 1, 2. Oh, hou die planken mij wel. Ja, niet te lang erop staan. Nee, ja. Oh, heel snel ervan ja. Nu. Te hard, hè? Ah. Tegen je matras. Nou, het matras. Hebben we hier. Ik heb sokken. Ja. Welkom. Heel goed. Oh, ja. Hi, pap. En dan gaan we die kant op. Verhuizen we het hele matras. Is het een beetje een buigzaam matras? Of... Ja, hij moet even iets zo. Kun je niet duwen. Ja. Zo, en dan er doorheen. Ja. Stop maar. Heb je dit nog hangen trouwens? Laat ik stop maar. Dan zo ernaast leggen. Aan de kant, Luxie. Hoppatee. Zo, die is wel heel goed. Beetje aanschuiven. Ja, nou ja, weet je, het is allemaal exact even groot. Alleen omdat daar die kast staat. Lijkt deze groot. Ik wil jou hier op helpen. Wil jij die roze daarop hebben? Ja. Oh, Luxie wil die. Nou, dat is niet erg. Dan doe ik een andere voor Luan daarop. Dan mag jij de roze wel. Nou, terwijl Lucilla en Luan even de roze op die doen. Ga ik even kijken of ik nog beddengoed heb van Luan zijn oude bed. Hij heeft namelijk een twijfelaar, zoals jullie weten. Dus dat beddengoed van zijn eigen bed. Die past natuurlijk niet op een matrasmaat wat daar nu ligt. Herken je dit beddengoed nog? Ja, dat was van mijn hoogslaper. Van jouw hoogslaper op je oude kamer. Kunnen we die mooi daarop doen? Heb jij daar dat bed en Luxie dat bed? Leuk, en dan gaan jullie hier slapen met z'n drieën. Ja, vanavond. Wauw. Leuk, hè? Dus voor mij een heel leuk initiatief. Ik ga even langs het postkantoor, er waren pakketjes verwacht. Ah, toch. Ik ga even de kerstkijzer. Mama, kijk. Doei. Heel leuk. Ja? Het is een trapbed eigenlijk dit, hè? Ondertussen zijn we een heel tijdje verder. En tada! Hebben we alles helemaal opgebouwd. Kijk. We hebben hier de box neergezet. Dit is het bed van Luan met zijn grote tijgerkop. Daar gaat Luxie slapen. Ligt Luxie ook even bij. En Lucilla daarboven. Hier Luan liggen. Daar Luxie. Luxie is erbij. Daar ligt Lucilla. Gezellig kinderen dit. Dit is wel leuk voor een feestje. Oh, een slaapfeestje. Weet wat grappig is? Wat is grappig, jongen? Nou, de laserlamp die schijnt in de spiegel. Dus oh. We hebben daar ook nog een laser. Ja. Ja, als jullie denken, wat komen die lampjes vandaan? We hebben van het zwembad hebben we deze laserlamp neergezet. En die schijnt daar op de muur. Maar de muur heeft ook een spiegel. En dan reflecteert hij naar die andere kant van de muur. Even kijken, ja. Zie je dat? Ja. Grappig, hè? Lucius. Lucius zit er ook echt gezellig bij. Die was wakker geworden. En we hebben daar een
discobal nog neergezet. We hebben hier een spelletje. Dus we willen beginnen met een spelletje doen. Anders krijg je een kijk, daar moet je overheen lopen. Ja, hier moet je overheen lopen. Aha. Aha, kijk. Even aan de kant. Die zetten we hier neer. Dat leggen we hier neer. We hebben dus een keertje bij opa en oma gedaan. Ja. Dit spel? Ja, dit hebben we ooit een keer bij opa en oma. Niet dan met unicorns, met hond. Oh, met hondenpoep. Oh ja, dat weet ik nog wel. Vaag wat van, ja. En mama? Ja. Je moet je eten hierop. Ja, met blote voeten kun je erop lopen. Hè? Dan zeg je poep in je sok hangen. Dat is niet zo lekker, hè? Je moet draaien. Dan moet je hier overheen lopen. Dit is een start. En dan moet iemand draaien. En dan moet je hier bijvoorbeeld met je rechterhand naar beneden. Oké. En dan één stap naar voren. Moet je één stap naar rechts. Halen? Ja, dan weer eruit halen. Hoe? Ja, dat is een goeie. Zoeken niet per se in de poep. We kunnen ook gewoon zelf poepjes maken, jongens. Zullen we dat doen? Kijk eens, Lucie, mag jij met die? Of met roze? En dan geef je ook een beetje, gaan we gewoon zelf poeprolletjes maken. En dan verspreiden we die zo'n beetje. Ik kan zulke maken. Als je zo'n rondje maakt, dan kun je zo. Maar moet het wel groter zijn. Je mag zo een beetje doen, want dan moet je het verdelen eroverheen. Ik kan die zo maken. Luxie die heeft een blinddoek op. Lucius die wilt ook meespelen. Ach, jongen. Kijk, en ondertussen hebben we hier allemaal al poepjes neergelegd. Nou, ik ga even eten voor jullie haar maken. Ja, oké. Okay. Hebben jullie zin in worstenbroodjes? Ja, doe maar. Ik denk dat niet dat moet. Nou, dan moet je lopen en je mag niet op poepjes staan. Dan mag je lopen. Dan gaan we elke keer met dit draaien. Oké, je mag alleen maar lopen. Dat en gewoon maar niet op de poepjes. Nee, en mag niet kijken. Springen! Springen! Ja, nee. Moet je een beetje spannend.
goed zijn. Dat ben ik wel. Was niet erg. Kijk, lekker! Lekker! Worstbroodjes! Ik moet ook nog deze doen. Dit is een goed worstbroodje. Oh, dit zijn grotere. Ja! Lekker, hè? Ja. Nou, hebben jullie net als het spel gespeeld, of niet? Ja. Ja. En? Was het wat? Ja. Alleen het kleedje die bleef aan onze voeten plakken. Oh, dus ja. Dat was wel erg. Dat geloof ik, ja. En we hebben één keer één op het op een poep. Oh, echt? En Luan die schenkt even lekker een drankje. Wil jij ook chips? Leuk! Leuk hoor, Lu! Luna, Lucilla en Luxie die zijn best wel veel in het Just Dance op het moment. Maar dat zijn dansjes die ze gewoon uit hun hoofd weten van Just Dance. Lijkt wel alsof jullie hip-hop les hebben gehad. Ja! Wat grappig dat jullie dat gewoon uit je hoofd leken. Ja. Zullen we nog een keer? Ja. Zullen we nog een keer? Mama? Lucy is die kijklegster. Ik kan ook. Gezellig, hè? Mama? Mama? Ja, liefie. Oh, je kan het ook. Ik sta er zelf van te kijken, joh. Kijk, Sil. Fokatango! Moet je hoofd zo heen en weer. Ja, dat heb je niet verteld. Het is grappig. Ik kijk heen hier. Jij ook? Dat je haar echt zo heen en weer gaat.
ja, dat. Oké. Okay. En dan... En dan 1, 2, 3. En dan ga je zij en dan slide. En dan boom, boom, boom. Ik kan het helemaal niet met bijbenen, jongens. Ik vind het echt heel knap. Dus oké, okay, eerst... we gaan gewoon nog een keer doen. Nu zet u maar aan. Ja? Doe jullie gewoon aan. Zo. Ach, jongen. Ach, kijk dan. Hij zit hier. Ja. Ja. Wat kon jij, zei je net? Fluiten. Laat eens even horen. Net kon ik het heel goed. Goed? Hé, hey, waar zijn je broer en zus? Bij de badkamer. Kom, we gaan naar de badkamer toe. We hebben laat even de kamer achter ons. Wow. Die had ik echt niet zien aankomen. Dat ik weer even grap. Nou, Luan die... waarom schrok ik daar nou zo van? Omdat ik het niet had verwacht. Ja, liefde. Ja, dat denk ik. Kom hier, doe in de prullenbak. Nou, ik wilde zeggen, de kinderen zijn ondertussen in de badkamer beland. En Lucius hebben we even hier in zijn lekkere bedje neergelegd. Hij was lekker aan het spelen met zijn knuffel. Het is hier al een beetje. Ja, ik zie het. Daarboven. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wow. Oh, dit is echt vet mooi. Kijk dan. Zo. Oh, sorry. Even een disclaimer. Als je niet kan tegen flitsende beelden, kijk even weg. Maar ik vind het super. Kijk dan hoe vet mooi dit eruit ziet. Leuk, Lu. Zo, nou, en dan kunnen we zo lekker in bad. Nou, ik vind het een top idee. Gaan we doen. Ik wil de andere kinderen alvast in bad zijn gaan. En ik even lekker met Lucius te knuffelen, jongen. Ja, dat vindt de spiegel altijd zo leuk. Kijk, dan ziet hij zichzelf. Zeg maar, hallo. Wie is die mooie jongen? Oh. Wie is die mooie jongen? Kijk dan. En dat is je grote broer. Dat is je grote broer. Ja. De spiegel vindt hij altijd zo leuk. Ze gaan altijd even voor de spiegel spelen. Die vier als we even moeten wachten. Ja. Ja, wie is dat dan? Wie is dat dan? Of hij zelf al beseft dat hij dat zelf is, weet ik niet. Misschien dat hij wel denkt, hey, die mama daar in de spiegel lijkt verrekt veel op mijn mama. En die baby daar, die ziet er eigenlijk ook wel leuk uit. Maar of hij echt beseft dat het hij zelf is, dan weet ik niet of hij het weet. Nou, ik denk, wie is die mooie baby? Wie is die mooie baby? Nou, ik kan zo wel uren voor de spiegel staan, jongens. Echt niet normaal. Dit is een van de dingen die bij onze avondroutine hoort. Ik zal meteen een soort avondroutine voor jullie erbij filmen. Wel een beetje een iets ongebruikelijke avondroutine, aangezien de kinderen gewoon lekker gaan spelen in bad. Ze hebben een discoland meegenomen naar het bad, was het idee van ze. En ze wilden heel veel schuim in bad. Dus vandaar dat ze lekker hun bikinietjes en zwembroek hebben aangedaan. Anders kan ik het natuurlijk niet filmen. Dat we even lekker gaan disco badderen. Wat vinden we daarvan? Zit het kijken. Ik wil eens even kijken waar ze zijn. Even kijken. Jongens, let niet op de rotzooi. Nou, eens even kijken hoe het... Ja, Luan, die staat muziekjes op. Kijk, dus zitten de meisjes in bad? Zitten jullie al in bad? Ja. Hey, maar er zit nog niet zo heel veel water in. Kijk, Lucilla die kan net boven water kijken. Kijk, en daar heeft hij die laserlamp neergezet. Dus jullie denken, huh? Waar komen die lampjes vandaan? Hier? Dat zijn mooie lampjes, hè, liefie? Gaan we zo eens een keertje in bad? Met de lampjes? Ja, zie je kijken. En ik dacht, huh? Waar komt dat vandaan? Ik sta even op een trapje. Ja, goed. Kijk eens, de meisje zit al lekker in bad. Wat is er? Wil je drinken? Dit is heel grappig. Dit is zo'n dingetje, die heb ik ook nog van Luxie. Die kan je zo in een box ophangen. En die vindt hij nou ook best wel interessant. Dus die leg ik hem lekker op zijn buikje. En is hij zo een beetje ermee aan het spelen. Kijk eens, wat is hier dat boompje? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat dan? Wat is dit dan? Ja, wat is dat dan? Ondertussen zit Lucius er ook bij, jongen. Hij vindt het heerlijk een bad altijd, hè? Kijkt hij naar het water. Komt allemaal al door dat water. Gaat het vanzelf heel veel schuim worden. Zie je dat? Goed zo, Lucius.
tenminste, heb ik Lucius al lekker in zijn slaapzakje. Dan zijn ze hier nog lekker aan het feesten volgens mij, of niet? Ja. Ondertussen heb ik Lucius even daar te slapen gelegd. Want hier zit een te groot disco. Dus kan die niet slapen. Maar die slaapt nu. Wat zijn jullie aan het doen? Mooi liedje. Ja, ik wil zeggen. Is het beter zo? Ik weet dat we verschillen van elkaar. Ik praat maar door over hoe de tijd verloopt. Is het beter zo? Volgens mij is dit wel een geslaagde babdisco hier, of niet? Ja. Maar zullen we er eens uit gaan? Want ik zie hele rode hoofdjes. Goed? Ja. Dan gaan we naar bed. Het is tijd om naar bed te gaan. Nee. Raad ik het uit? Naar bed? Nee. Ja. Nu al? Of niet? Nee. Nee, joh. Wat gaan we dan nog doen? Spelen! Oeh, nou, kom er maar snel uit dan. Een filmpje. Nou, ondertussen hebben we de pyjama's aan. En wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Popcorn poffen. Ik ben helemaal heet van het bad. Ja, je hebt lang in het bad gezeten, jongens. Ja. Nou, ze willen vanavond nog een filmpje kijken bij bed. En bij een filmpje hoort natuurlijk... Popcorn. Dus die gaan we even lekker poffen. Hier zitten ook zaadjes. Ja, de zaadjes. De pitjes mais. Van de mais. Maisgranen, moet ik het eigenlijk zeggen. Kan ik eigenlijk mais eten? Ik heb mais gevoeld. Ja, uitvouwen. In één zakje zit er gewoon superveel. In één zakje zit voor ons allemaal. Dat zou je nou niet zeggen, maar dat ga je vanzelf zien. Ik wil kijken. Horen jullie dat? Ja, ik hoor het. Het is zo'n pof, dan kan je niks zien. Kom hier. Mag je daar optillen? Je kunt het niet echt zien. Een pof. Kijk, hij wordt steeds groter en groter. Zie je dat? En dan gaat het papier kapot en het helemaal gewoon. Ja. Hij wordt steeds groter, zie je dat? Ja. De popcornzak. Die gaan we zo er eens even uithalen. Maar die is nog wel heet, hè? Dus ja. Dat doet mama even. Oeh, ruiken jullie dat? Waar ruikt dat naar, Luxie? Popcorn. Naar popcorn, hè? Verse popcorn. Daar komt Luan ook op af. Ja. Verse popcorn, kinderen. Hij is heet, hè? Niet aankomen, hoor. Moet mama even doen. Ruiken jullie dat? Nou, deze zak is heel heet. Aan de kant. 1, 2. Oeh. Nou, gaan we hem hier even openmaken. Gaan we eens even kijken. Even de afzuiger aan, want er rook hem al. Kijk dan. Oeh. Eigenlijk moet jij even de blonde poedersuiker eroverheen strooien als ik hem in de bak doe. Okay. Wel voorzichtig, hè? Cool. Ja, mag je samen. Mag je samen doen. Oké, daar komt hij. Ik zie nog niks. Oh, maar deze is aangebrand. Nee, jongens, hij is een beetje aangebrand. Oh. Daarvoor hebben we dus meerdere zakjes. Dit gaat nog wel, maar dit is allemaal... Wat moet je niet nog? Ja. Kijk dan, deze is heel gek. Laat het proeven. Ja, proef maar. Kijk. Het zijn zwarte popcornjes. Moeten we toch iets minder lang doen? Er staat 3 tot 4 minuten en ik had 3 minuten gedaan. Nou, poging 2. Iets minder lang. Maar hopelijk net lang genoeg dat wel al die bolletjes zijn, die maïsjes zijn gepopt. Oeh. Oh. Dat ruikt lekker. Kijk. Ah. Is niet precies tussenin. 2,5 minuten heb ik gedaan. Mag ik die? Kijk, die ziet er lekker uit. Zie je het? Nou, doen we zo. Die is jou. Die is wel goed. Zo, poeder suiker eroverheen. Hoppatee, we hebben wel poeder suiker erbij. Zo. Water. Ja. Zo, kijk, zo'n grote bak komt eruit. Zo'n klein zakje. Nou, genoeg poeder suiker, jongens. Oh, wauw, ik vind deze heel mooi gemaakt. Dat is heel mooi. Oh, deze is ook lekker. Dat is de vraag. Oh. Lekker zoet. Ik wil die ook proeven. Lekker jongens. Zullen we meenemen naar het slaapfeestje? Oh ja. Heerlijk.
Nou, de popcorn, die is gereed. Check. Drink hem even op. Ik moet de laptop even meenemen voor Netflix en dan gaan we lekker een film kijken. Goed? Ja. Althans, jullie gaan lekker een film kijken. Maar mag het editen? Dan mogen jullie zelf zien. Ja, mama. Ja. Dat kan toch niet? Oh nee, dat kan ik niet editen. Hoe kan het werken als jullie een film kijken? Nee, dat is wel jammer. Kijk, ik wil even een stukje met jullie mee. Goed? Dat is toch leuk. Ja, papa is ook nog niet thuis. Nee. Dus, Het is 3 uur. Het is toch vakantie. Proost. Ik zit op de tafel. Nu Luxie staat op de tafel. Alsof het niks is. Op de bar. Kom er maar even af, madameke. Kom er maar even af. Oh. Nou. Jij ook? Ik sta niet op de bar. Nee, maar je zit wel op de bar. Kom hier. Anders komt ze er niet bij. Hè? Grote meid. Kijk eens, wil jij hem vasthouden? Ja hoor. Alsjeblieft, Luxie gaat weer op de fiets mee. Ik ga daar toe. Oh, ga je zo, rechtdoor? Luxie maakt er even een extra ommetje. Kijk, dat fietsen helemaal. Luxie fietst zich het hele huis door, jongens, de hele dag al. Hoppatee. Om daar nog even langs. Daar nog een bochtje. Alsof ze op het circuit rijdt. Nou, dan gaan we naar de slaapkamer. Kom maar, Jill. Daar gaan we. De speelkamer ook. Nee, dat is niet. En niet de bak al leeg eten, hè? Voordat we op je kamer zijn. Dat gaat lekker. Oh, heb je de laptop? Oh, nee, ga die maar even pakken. Goed zo. Zachtjes, hè? Luxie slaapt. Ja. Nou, en dan gaan we weer naar de slaapkamer. Mag ik er ook nog één? Ja. Dat zijn niet de ene. Nee, het waren twee, sorry. Kijk dan. Dat ziet... Oh, dat ziet er vet uit. Heb je een disco op je slaapkamer? Ja. Mooi. Nou... Gaan we eens even kijken. Misschien is dit tafeltje handig om dit tafeltje de laptop op te zetten. Ja. Zetten jullie je drinkbekers even hier neer. Ze hadden ook nog snoepjes meegenomen. Ja. Maar ja, ze hebben nu popcorn. De snoepjes neem ik mama zo weer mee. Gaan we hem dan hier zo neerzetten? Daar? Dat kan ook. Dat we hier zo... Ja, dan kan. Kun je allemaal in je bed blijven liggen. Ja. Zetten we heel even de spulletjes. Nee, laat die maar staan. Doe ik hier de tafel neer. Tafel? Ja. Kijk, zet je laptopjes op. Ik zou een kleine tafel. Nee, doe een perfecte tafel. Even een stopcontact zoeken. Ja. Doe hier de laptop. Zo. Hoppatee. De MacBook Pro. Is nou. Hebben we hier de laptop? Nou, dan kunnen jullie toch hartstikke goed film kijken, jongens. Dit is toch echt heel gezellig. Dit is toch gezellig? Is dat gezellig? Wat zijn jullie doen? Alsof we een film kijken. Alsof dat je de film kijkt. Bam! Lachen! We hebben hier de popcornbak. En we zitten voor de... TV! Lieve, wat heb jij nou weer gedaan? Wat ga je doen? Presenteren. Presenteren. Wat ga je presenteren, jongen? De film. De film. En hoe lang hij duurt. Oh, maar we weten het nog niet. Nee. We moeten nog even een film uitzoeken. Moeten we even kijken. Wat voor film lijkt jullie leuk? Wat wil jij kijken? Maar ik wil een microfoon. Wat wil je? Oh, Luxie wil ook even een microfoon. Ja, heel even. Kun je op dansen? Ja, kun je op dansen. Dat klopt. Praat eens nog een keer. Nee. Oeh, dit is de echo. Echo. Leon heeft de echo aan. Zeg maar echo. 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 Nou, zullen we even een filmpje uitzoeken? Ja. Jongens, welke gaat het worden? Ik weet het. Even kijken. Hier hebben we films. Even kijken. Oh, die ziet er wel leuk uit. Die? Kerstfilm? Ja, heel even kijken. Even kijken, die. Is het die? Nee? Ja. Ja? Wil je die zien? Ja.
Nou, let's go. Maar dit alles. Daar begint hij. Dit alles heeft. Nee, die laat hem maar liggen. Dan poft hij me soms niet helemaal goed. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij het bioscoop van Pathé. Welkom bij de film David en de Kerstelfjes. De film duurt 1 uur en 46 minuten. Voor alle leeftijden van 2021. Veel plezier. Dag! De film begint. Luan heeft het geluid op zijn box gezet. Albert, Roelebak. Ik heb er van de tandenvee overgenomen. Iedere week glipten ze de bank binnen voor nieuwe puntjes. De motor heeft 120 remkracht. Beyond the star, it's near beyond the moon. Hier hebben we Alfred Nobel. Hij kreeg een doosje lucifers en was een paar jaar later de uitvinder. En zo hebben we ons vandaag ook weer prima vermaakt met het logeer slaappartyfeestje. Ik weet niet precies wat het was, maar het was wel een gezellige dolle boel weer vandaag. En ik ben benieuwd of ze met z'n allen daar blijven slapen. Maar goed, dat zien we vanzelf alweer. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.